De Phantom of the Opera, dames en heren, wordt vermoedelijk een evenwaardige productie als Les Misérables. Nu, Andrew Lloyd Webber is zeker van geen kleintje vervaard. 51 jaar is hij en heeft toch al serieus naam gemaakt met titels die u zeker kent. Jesus Christ Superstar, Evita, Cats. Wie kent er niet zijn mooie Pie Jesu uit zijn Requiem? En er is natuurlijk The Phantom of the Opera. Een bezige bij die Andrew Lloyd Webber nu ook weer met Whistle Down the Wind. The Phantom komt ook bij ons op het podium in het najaar. De première is namelijk op 24 oktober. Een pracht van een dag. Want ik ben toevallig dan jarig. Maar dat is ook zo. En, maar dat is nog lang, hè? Nu, die komt dus in première. En daarin zal Hans-Peter Janssens, met een S achteraan, alweer schitteren zoals waarschijnlijk in zijn Les Misérables. Nu, achter die musicals zit meestal wel een verhaal. En dat van de Phantom is van de hand van Gaston Leroux. Een gezellige ronde levensgenieter, zoals je de Fransen kent als je met vakantie gaat. Zijn Phantom is er gekomen na een veelvuldig bezoek aan de Parijse opera, waar verhalen gingen over een spook dat daar zou ronddwalen. Er was ook een 7 ton wegende luchter die naar beneden gedonderd was, waarbij zeker madame Chomet, de concierge, om het leven was gekomen. En omdat die Gaston Leroux van alles het fijne wilde weten, onderzocht hij de hele zaak en dat werd de basis voor zijn Phantom of the Opera. Het gaat over een niet zo mooie man die een masker draagt, maar die lelijkert is wel hoogbegaafd. Hij is een super muzikus met een engelenstem, een wondermooie stem, maar in één ding schiet hij wel tekort, de liefde. Nu, u moet maar eens gaan zien vanaf oktober, eind oktober dus in Antwerpen. En vandaag hoort u daaruit enkele fragmenten uit die musical. We laten het een beetje spoken, zeg maar. Op een hemelse manier, met koren en orkest onder leiding van Dirk de Kaluwe. En als solisten Ann Laurijns en Hans-Peter Janssens.
Let daylight dry your tears.